Leuk dat je er weer bent. Ik ben Simone, Simone Denenkamp, Stamp by Simone, is mijn kanaal. Ik ben onafhankelijk stamping up demonstratrice, wat betekent dat je alle prachtige producten uit de video's bij mij kan bestellen, als je dat zou willen. Hieronder in de beschrijving staan mijn gegevens, als je contact op zou willen nemen. En ja, laten we maar beginnen. Dit filmpje is onderdeel van de videohop van het Lovely Stampers team. En laatst is een van mijn teamgenootjes jarig geweest. En ik was een beetje te laat met mijn kaartje. Dus ik had ook een extra speciaal kaartje naar haar opgestuurd. En ik kreeg zo'n leuke reactie van haar. En van haar de vraag of ik een filmpje op wilde nemen van het kaartje. Nou ja, het is zo'n soort kaartje. Het is een twist en volgens mij een pop en twist. Ik heb het andersom. Ik heb twist en pop. Maar volgens mij is het een pop en twist kaart. En nou ja, dit is de voorkant van het kaartje. En als je hem dan open doet, dan ja, komt er zo zo'n boekje uit. En nou ja, ze vond hem zo leuk. En ze zei, ja, dit, we hebben ooit een keer met een teamswap zo'n soort kaartje gemaakt. Ze zegt, ja, ik vind het best wel een lastig kaartje. Ja, en dit is een wat kleiner formaat. Hij is 12 bij 9 centimeter. Dus geen standaard kaart. Dus hij is wat handzamer, wat makkelijker. En ik dacht, ja, weet je, ja, ik vind het een superleuk projectje ook voor een videohop. Dus ik dacht, nou ja, helemaal na het verzoek van mijn teamgenootje Monique, ja, dat we dit kaartje dus maar gaan maken. Nou, deze ga ik even aan de kant leggen. Dan heb ik hier de nodige dingetjes voorbereid. Wat hebben we nodig? Even zien. De vorige keer heb ik mijn dingetje vastgeplakt, mijn placemat. En dat is voor nu misschien wel een heel goed idee. Want ik zit er nu ook alweer continu mee te draaien. Pak ik gewoon eventjes een glue dotje voor. Die doe ik in de ene hoek. En nog een glue dotje in de andere hoek. En dan zet ik hem even vast. Want het is, even zien hoor. Even voor jullie een beetje recht. Ja. Zo. Dan zit ik niet continu te schuiven. Even zien, wat hebben we nodig voor deze kaart? Ik zal deze eventjes in beeld plakken. Het eerste gedeelte is deze. Die is 24 keer 9 centimeter. En ik heb hem in het midden heb ik hem gerild op 12 centimeter. Dit is de basis van onze kaart. Die gaan we ook vast eventjes verstevigen. Geen idee. Ik ben nog steeds mijn eigen vouwbeen kwijt. Ik denk dat mijn huis hem opgegeten heeft. Ik zou anders niet weten waar die moet zijn. Even zien. Dit is dus de bovenste. 24 keer 9 gerild op 12 centimeter. Dan hebben we een strookje van 20 bij 7 centimeter. Dat is deze. En die gaan we elke 5 centimeter rillen op de 20 centimeter kant. Zodat je dus, ja, je hebt hier nu drie rillijnen, wat dus 4 vakjes gemaakt heeft. En die gaan we, de eerste vouwen we gewoon even dubbel. En dan, ja, jullie zullen de begrippen berg- en dalvouw wel gehoord hebben. Hè? Dit is een berg. En die andere, daar gaan we dalvouwen van maken. Wat betekent dat je dus, ja, een soort van accordeonnetje krijgt. Dat je dus, hè, dal, berg, dal. Zo ga je, ja, dit stukje vouwen. Want zo ja, hebben we hem straks nodig op de kaart. Dus deze. Nou, deze leg ik allebei eventjes aan de kant. Zeg ik dat goed? Nee, we gaan eerst even dit decoreren. Dan hebben we dit maar klaar. Deze. Dit is die 17 keer 7 centimeter. En hier moeten we nog wat mee doen. Dat heb ik niet opgeschreven, want dat is een beetje lastig uit te leggen. Dus ik leg deze heel even aan de kant. Begin ik nu eerst eventjes met het designpapier. Kijk. We hebben designpapier. Designpapier 1 hebben we 3 keer. En dat zijn deze. 11,5 keer 8,5. Dat is 2 keer voor de binnenkant en 1 keer voor de voorkant. En we hebben designpapier 2. Dat is voor ons voor binnenin. Daar heb ik dit voor gemaakt. Gesneden. Dat is dus 4 keer 6,5 keer 4,5. Nou, dan doen we deze. Die mag even weg. En dan ga ik dit even opplakken.
En dat ga ik even doorspoelen, want daar hoeven jullie niet op te wachten. Inmiddels allemaal opgeplakt. Dan is dat zo meteen klaar voor gebruik. En wat we ook gelijk eventjes gaan doen, pakken we er even een liniaal en een potlood bij. En dan gaan we hier in het midden van de kaart, gaan we eventjes de helft aftekenen. Hij is 9 centimeter breed. Dus dan zetten we op 4,5 centimeter, zetten we eventjes een streepje, een stipje of nee, iets in die trant. En dan kunnen deze twee, die kunnen voor nu even aan de kant. Dan gaan we nu verder met dat mechanisme. Nou, dat is dus deze, 7 keer 17 centimeter. Nou, en het eerste wat we gaan doen, in het voorbeeldfilmpje, het is trouwens het projectje heb ik van Craft Space, is geen Stamping Up demonstratrice, maar ik vond het gewoon een superleuk projectje. En wat zij doet, zij tekent eerst alles af met potlood. Maar dat betekent dat je sommige lijnen ook straks weer moet gaan uitgummen. Dus ik ga de eerste, ik ga hem rillen op 3,5 centimeter op de korte zijde. Voor alle Engelstalige dames die mee knutselen, zal ik het ook even in het Engels zeggen. You're gonna score at the short side of your cardstock. 3,5 in centimeters. I craft in centimeters. So score on the short end on 3,5 centimeters. Nou, dan hebben we dat. Dan gaan we aftekenen. En ik vind het zelf heel erg makkelijk om dat te doen. Gewoon in de trimmer. Dus we leggen hem aan op 5 centimeter. Turn your project over or your cardstock over to the long side. You're gonna make a pencil mark at 5 centimeters. So I'm gonna just 5 centimeters. Nou, dan draaien we hem om, 180 graden, en dan doen we precies hetzelfde. You turn your cardstock round and you do exactly the same. So you put it on 5 centimeters and you're drawing a little pencil line. Zo, dan hebben we dit. Nou, dan kan de trimmer heel even weg. En dan gaan we van deze naar deze. Gaan we hem aftekenen. Want het gaat uiteindelijk dus om het kruis wat we hier inmaken. Deze. En dan zou je nog kunnen zeggen, ik ga hem gelijk rillen. Want al deze potloodstrepen, zeg maar, ja, die ga je nog weer terugzien. Dus wat ik ga doen, ik ga hem nu gewoon, want we hebben deze potloodstrepen hebben we. Dus je zou ook kunnen zeggen van, nou, ik leg dit hoekje in het gultje en dat hoekje in het gultje. Oh, daar verschoof hij. En ik ril hem. Maar goed, daar heb je eigenlijk die potloodstreep helemaal niet voor nodig. Want je kan hem dus nou ook gewoon met allebei de hoekjes aanleggen. En hem dan zo scoren. Kijk. Het enige wat je straks nog wel nodig hebt, dus even een hulplijntje in het midden. Ik doe even heel voorzichtig in het midden. Nou. Dus, dit is 5 centimeter. En dan vanaf 5 centimeter, je kan het ook allemaal aftekenen als je dat fijner zou vinden. Dus op 5 centimeter zet je een stipje boven en onder. En vanaf die kant ook op 5 centimeter onder en boven. En dan gaat het dus om die diagonaal. Nou, ik ga eerst eventjes deze diagonaal uitgummen.
Even kijken of ik een gummetje in de buurt heb. Ik heb laatst een soort van gumpenseeltje besteld. Want ik ben namelijk niet zo'n help met daadwerkelijke gummetjes. Hij is vrij dun, dus hij zakt altijd heel snel naar onder in mijn etui. Kijk, daar is hij. Kijk, dat is gewoon, ja, als je dan drukt, dan komt er zo een beetje gum uit. Dus ik ga dit gelijk even uitgummen. Want nou ja, de rillijn hebben we gemaakt. Dus dat is niet meer nodig. En deze hebben we ook niet meer nodig. Dus die gum ik ook gelijk even uit. Want ja, als je dat zo meteen moet doen als het op je project zit, dan ja, wordt het wat lastiger. Dus die hebben we ook niet meer nodig. We don't need those lines anymore. So I erase them as soon as I make my score lines. Because it will be a little bit tricky when it's already on your project. Ik krijg steeds ook steeds meer volgers vanuit het buitenland. Ja, ik probeer ook een beetje in het Engels hier en daar wat aanwijzingen te geven. Het enige wat je nog nodig hebt is in het midden hier zo dit lijntje. Dus in het kruis trek je eventjes een mooi recht lijntje. Die hebben we zo meteen nog nodig. Nou, dan gaan we deze lijnen die gaan we vouwen. Deze middenlijn die vouw je de andere kant op dan die andere twee. Dus we vouwen deze zeg maar als dalvouw. Die gaan we even verstevigen. Deze. En dan gaat deze, die gaan dan naar beneden. Dus deze was omhoog, zeg maar. Hè? Je doet je uiteinde omhoog. En je rillijn gaat naar beneden. En bij deze, zeg maar, gaan de uiteinden naar beneden en komt je vouwlijn omhoog. En deze net zo. Nou, als je dit dan hebt gedaan, dan is het eigenlijk, als je dus deze naar beneden drukt, dan zie je een pijltje omhoog komen. Dus als je, ja, ik heb de vouw zeg maar ietsjes, de horizontale vouw, die druk je wat naar beneden. Dus daar maak je zeg maar een dalvouw van. En dan ja, ontstaat zeg maar dit pijltje. Nou, dat is ook de bedoeling. Als je hem mooi een beetje plat drukt, dan kun je hem nog even goed verstevigen. Overal. Want dit is het mechanisme zeg maar van onze kaart. Nou, dan kan deze, die gaat inmiddels, die kan ook weg. En dan pakken we de basis er weer bij. Met onze markering op 4,5 centimeter. Nou, dan leggen we deze met het puntje op die 4,5 centimeter. En dan moeten we even opletten dat je hem niet te dicht hier op de rillijn. Als je hem te dicht op de rillijn hebt, dan, ja, dan loopt hij hier niet mooi aan. Maar dan is het ook nog, heb je hem er te ver af liggen, dan gaat je kaart niet helemaal open. Dus het zijn, ja, het is het een of het ander, laten we maar zeggen. Als die goed ligt, dan doe je op het driehoekje, daar doe je lijm. Op dit driehoekje doen we een beetje lijm. En dan doen we de kaart dicht. Even vasthouden, want op mijn kaartje, ik heb bij deze heb ik hem niet helemaal in de groef. Dus als ik hem open doe, zeg maar, mijn kaart die zal niet helemaal plat kunnen. En dan trek je hem, dan trek je deze ook helemaal plat. Dus ja, ik vond dat bij deze, anders krijg je hier echt zo'n bobbeltje te zien. Nou, ik heb deze denk ik iets verder erin. En ik zie dat ik mijn potloodstreepje aan de verkeerde kant heb gezet. Dat is niet erg. Zo. En dan gaat deze. Nou, even goed een beetje aandrukken. Nou, en als we dan de kaart open doen, dan ziet het er zo uit. Nou, dan heb ik dus mijn potloodstreepje aan de verkeerde kant gezet. Dus
Die gaan we nog eventjes voorzichtig hier door het midden heel lichtjes zo aanzetten. En dan? Dan zijn we al toe aan ons boekje. Ik vouw hem eventjes zo dubbel. En dan lijn ik hem hier zo. Langs deze lijn op lijn ik hem uit. Daarom hebben we dus dat hulplijntje gemaakt. En ik hou hem hier vast. Want dan moeten we één pagina verder zeg maar omklappen. Nou, hij wil niet. Dus ik pak hem nu over zeg maar hier aan de onderkant. Even kijken of hij nog steeds gelijk ligt met het lijntje. Nou, dan leggen we hem zo neer. Dan gaan we hem nu ook eventjes van boven en onder uitlijnen. Hij is precies dezelfde hoogte, dus je zou het er niet voorbij moeten zien komen. En dan gaan we, dit is nu aan de rechterkant. Dan gaan we het flapje rechtsboven, daar zit nu een vierkantje door die rillijn. Dat vierkantje rechtsboven, dat gaan we belijmen. Dat is het enige waar we hem aan deze kant vastplakken. Anders werkt het mechanisme zo meteen niet. Dus dat is die. Dan flappen we nu aan deze kant ook maar eentje. En hier plakken we hem linksonder vast. Dus in dat vierkantje. En dan flappen we ook die weer terug. Nou, ik kijk nog even of we het kaartkarton er niet voorbij zien komen. Heel ietsjes. Maar goed. Normaal gesproken zou ik er bovenop kijken, maar ja, dan komt mijn kruin in beeld. Dus dat heb ik nu maar niet gedaan. Nou, dan zit hij nu goed vast. Nou, dan kunnen we nu eventjes dat lijntje. Hè? Hier zien we dat potloodlijntje wat we gemaakt hebben. Even kijken of jullie dat zo kunnen zien. Ja, die kan nu weer weggegumd worden. Daarom heb ik hem ook niet te hard aangezet. En ook daarom zeg maar, vond ik het fijn om nou ja, een gum op een stokje te hebben, om het zo maar even te noemen. Dan kun je ook een beetje zo je project in. Nou, en dan gaan we voorzichtig even proberen of die werkt. Want hij moet zeg maar ja, een beetje zo naar binnen toe. Kijk, dat is dus de pop en de twist. Dit is de twist en dit is dan de pop. Dit is de twist en dit is de pop. Daarom heet het een pop en twist kaart. Twist en pop op een twist. Nou ja, en dan is die... Ja, nou heb ik dus... Dat mechanisme zit hier aan deze kant. Toch net iets te dicht op de rillijn. En nou ja, je ziet wat er gebeurt met de kaart. Hij begint dan hier onnodig een beetje bol te staan. Nou ja, kleinigheidje hou je altijd. Ik zal hem hier nog eventjes goed een beetje verstevigen. Zo. Niks meer van te zien. En als die dan open gaat, zeg maar, dan, ja, dan is dit je kaart. Je kan hem natuurlijk nog versieren met allerlei leuke embellishment dingetjes. Zo heb ik hier bijvoorbeeld uit het designpapier heb ik deze plant uitgeknipt. En ik heb hier, dat is eigenlijk uit de set van de perziken. Een tekstje, happy birthday. Nou ja, dat is allemaal leuk. Kunnen we allemaal opplakken. Maar goed, het decoreren, dat ligt er natuurlijk maar net aan wat jij gebruikt aan papier. Voor welke gelegenheid je de kaart wil gebruiken. Dus eigenlijk is het decoreren ook helemaal aan jezelf. Afhankelijk van nou ja, de gelegenheid en misschien ook wel de persoon aan wie je het stuurt. Maar ik vind dit wel een hele leuke. Zo. En dan aan deze kant doe ik aan de rechterkant doe ik ook een dimensional en dan aan de linkerkant een beetje lijm. Daarmee komt hij op de plant, op de plantenpot. Nou, ik vind het echt wel prachtig papier. Ik vind het heel jammer zeg maar, dat het alweer bijna uitgaat. Dus als je nog iets zou willen hebben, dan ja, wees alsjeblieft op tijd. Nou, en dan hebben we hier nog de binnenkant. Nou ja, hier kun je natuurlijk ook hele leuke dingetjes van maken. Het is maar net ja, wat je zelf wil. Dus nou ja, dit is mijn kaartje ja, voor deze hop. Het heet een pop en twist kaart. Dus pop en twist. Pop, twist.
En nou ja, zoals je ziet is het met elk willekeurig designpapier te maken. En geeft elk designpapier er ook weer zijn eigen gevoel aan. Ik vind dit wat rustiger. Dit is lekker helemaal druk en jee, feestje. Nou ja, hier heb ik aan de binnenkant ook nog een tekstje. Have a peachy day. Happy birthday aan de buitenkant. Met een lintje en een dingetje. Nou, ik hoop dat je dit een leuk projectje vond. Geef me alsjeblieft een duimpje omhoog als dat zo is. Dat waardeer ik zeer. Ik wens je voor nu nog heel veel plezier met de hop. Hieronder in de beschrijving staat een link en dan kun je naar de volgende. We zijn ook met steeds meer en meer tegenwoordig voor de videohop. En laat je inspireren door mijn collega's ook uit het Lovely Stampers team. Ik wens je voor nu ook nog een hele fijne dag. En ik hoop tot de volgende keer. Doei doei!